Hartelijk welkom bij de Sportarena. En vandaag in de Sportarena een hele schone vriegezel, zoals ze in mijn streek zeggen. Uit mijn streek. De verdediger van MVV, Nick Kuipers. Dames, opgelet. We hebben heel veel mannelijk voetbalgeweld. De tweede tank van Rode JC, Frank de Mouge. Verder in deze Sportarena ook aandacht voor de play-offs in het handbal. En er volgen natuurlijk Lions tegen Alsmeer thuis. En uiteraard een nieuwe club van de week. En deze keer burgerclub OVU uit Kessel. Ja, ja. En hier aan de bar. En ik begreep al dat dat een favoriet plekje voor de mannen was. Erik Kleine, de voorzitter. En Sjaak Ottenheim, de oud-voorzitter. Stijt hier maar ex-voorzitter. Klinkt beter, Sjaak. Ja, dat klinkt beter. Ja, ja precies. Ja. Wat betekent OVU, Sjaak? Onze vrije uren. Onze vrije uren? Ja. Die gaan normaal op achter de bar en op de burgerbaan bij jou. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Heel, heel mooi. Erik Tichbus, voorzitter en speler nog. Succesvol seizoen gehad. Nou, ze stonden nu zesde momenteel. En ja, we kennen nog twee plaatsen stijgen. Een beetje geluk hebben, maar meer zit er niet in voor ons. Ik weet dat het een van de betere spelerbessen. Wat schetst mijn verbazing de oud-voorzitter Hettig tijdens de clubkampioenschappen onverwacht met 30-16 op die neus gegeven. Nou, onverwacht is het niet. Ik denk dat we allebei aan elkaar gewaagd zien. Maar zo groot, 30-16, dat is een gigantisch verschil. Hè? Maar, binnen 7 minuten heb ik begrepen. Er waren externe factoren die een rol speelden erin. Ja. En die externe factoren die kwamen uit een vaat? Die kwamen uit een vaat, ja. Ja, prachtig, prachtig. Zoals eerder club heb jij een aantal foto's ingestuurd. Aan de hand van de foto's doen we het verhaal van de club. We gaan kijken naar de eerste foto. Als ik het goed heb, herken ik daar de gouverneur Theo Bovens. Ja, dat is met het NK geweest, 16 februari in Kessel. En we hebben Theo Bovens, de gouverneur van Limburg, uitgenodigd voor bij ons het NK te openen. En ja, dat is gekomen en dat heeft er fantastisch gedaan voor ons. Hij had zien de snor ook bezig. Ja, een vol ornaat. Ja. Moet een fantastische ervaring zijn geweest voor een NK in Kessel, NK Beugelen. Ja, zeker. Dat is, we hebben er al een paar keer de vraag gehad om het te krijgen. Maar toen waren we er niet klaar voor, we waren volop in verbouwing. En dit jaar waren we klaar voor. En ja, het was een fantastisch beugelfeest, mogen we wel zeggen. Alles prima verlopen. Geen incident hier, want ik was echt super geslaagd vandaag. Ja, volgens mij gaat de tweede foto ook nog een beetje van dat NK. Moest ik verbeteren? Of? Ja, dat klopt. Dat is Schaanhuis, een speler van Kessel. Die met nu aan... Ja, en met een zwarte blouse aan. Wie heeft dat aan bed, is wou ik zeggen? Maar, Gewoon aan de beurt. En, maar wie had het? De Shub. De Shub. De Shub. Die zet de Shub tegen een bal. Ja. En de bal moet aan dat beurtje gewoon. En ja, Sarah heeft een dag fantastisch gebeugeld. Alleen de finale kwam er iets te kort en er is tweede geworden. Ja, volgens mij zien we de latere winnaar, als we die foto nog zien, het achterdoor staan op die foto, als ik het goed begrepen heb. Uit Meijel. Ja, dat was Erwin Landsberg uit Meijel. Oké. Hij is Nederlands kampioen geworden. Ja, in de topklasse, dus niet in de ereklasse. Mm-hmm. Er zijn drie verschillende klassen, eigenlijk vier, twee jeugdklasses, een runner-up klasse, een ereklasse en een topklasse, als ik goed zeg. En de topklasse, dat is eigenlijk de beste spelers. En daar is Marco Karus uit L, is Nederlands kampioen geworden. Sjaak, nu werd Beugelen, we zeggen Nederlands kampioen, maar werd vooral gedaan in Limburg, Noord-Midden-Limburg en Brabant. Ja, klopt. En ja, goed, van oudsher is het Peel en Maas gebeuren. Dat is toch wel een beetje de kern van de verenigingen van Vreugroet die, die echt met Beugelen actief bezig waren. Ja, en ja, later is hij natuurlijk het verenigingen bijgekomen. En in België, in de jaren, laatste jaren 80, begin jaren 90, was het ook enorm in opkomst. Hoor. En ja, dat is helaas is dat een beetje doodgebloeid. Kennen we ooit een Europees kampioenschap Beugelen verwachten? Nou, dat is denk ik toch wel het hoog gegrepen. Er zijn natuurlijk wel nog andere landen, wie Duitsland bijvoorbeeld. Daar wordt nog het gebeugeld, maar verder weg als dat gebeurt het niet. Nu viel mij op, en dan gaan we door met de foto's, maar mij viel op. Bij Beugelen denk ik toch vaak aan senioren. Maar je hebt een redelijk jong gezelschap bier. Kijk, hier zit Veuran Stams heel even op tegen. Ja, kijk, dat is een hele... Wie heet Stig? Juri is een hele jonge knul. Ja. Wie de jeugd heeft de toekomst, of precies, niet? Precies. Dankjewel, Juri. Vindt ze een leuke sport? Ja. Oké, super, super. Ja. Nee, maar goed, we zien gemiddeld ook een van de jongste verenigingen van de MBB. Die hoor je dat
zeg maar, bij in statistieken. En ja, dat scoort over u het Kerstel goed in, ja. Ja. Oh, perfect. We gaan naar de derde foto kijken. Groepsfoto. Volgens mij bij de opening van de tweede baan. Ja, ja, dat is in 2008. En toen zijn we ook begonnen met shirtsponsors. Dus we hebben allemaal eigen wedstrijdkleier gekregen. En, professioneel clubje, Erik. Jawel, tuurlijk. We proberen het zo goed mogelijk te doen met alles. En als ze eens gaat thuis, dan moeten ze dat goed doen, denk ik. En in dit geval hebben we dat in ons ogen goed gedaan. En dat was inderdaad met de opening van de tweede baan. En ja, dat is een hele schoene dag geweest ook weer. En, de opening was goed. Twee indoorbanen en een hele mooie boetebaan heb jij, als ik goed gehoord heb. Ja, de boetebaan die is vorig jaar geopend. Ja. En dat is een fantastische baan. Maar daar hebben we dadelijk een foto over. Dat is, ja, goed. Laten we ze gelijk bijpakken, de vierde foto, de boetebaan. Dat is ook de opening van 2012, dus van de boetebaan. Ja. En ja, het is competitief gewoon een hele sterke baan. Ik denk dat mogen gewoon competitie gespeeld worden. Er zitten dagen en alles op natuurlijk, dat is wel nodig. En als het goed weer is, dan gaat het ook zeker wel een keer gebeuren. Ja, in Kessel aan het voetbalveld ergens, sorry? Ja, aan de Rode Eigenweg. Ja. Eigen onderkomen, eigen stekkie. Ja, we hebben alles in eigen beheer gedaan. En gelukkig hebben we een hele hoop mensen hier, die ook vandaag hier zijn, die ontzettend handig zijn. En die heel veel zelf titel erin willen steken. En ja, goed, daar zien we natuurlijk iedereen heel dankbaar voor wat we dan neer hebben kunnen zetten. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik lach al een beetje. Als ik aan Kessel denk, dan denk ik echt aan harde werkers, hard werken. Maar ook aan heel goed soepen. Ja, die combinatie die is bij de burgerclub zeker aanwezig. Ja, dat klopt wel ook. Dat is van toepassing op je club. Ja, absoluut. We houden van een lekker glas beer, maar ook van hard werken. Ja. We hebben nog eindfoto. Volgens mij een hele oude. Uit 1950. De groepsfoto. Hoe lang besteedt de club al, Sjaak? 1934 zijn we opgericht. Dus volgend jaar hebben we 80 jaar bestaan? Ja. Zo. Jawel, dit is een foto van 1949-1950. Ja. Zeg maar. En in die jaren werd er eigenlijk hoofdzakelijk gebeugeld bij cafés. En dat is dan, die foto is gemaakt bij Café Gasterix. En daar hebben we ontzettend veel jaren hebben we door competitie gespeeld. Ja. 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 Tussen het drinken door, zeg ik dat dan. Bij de cafés. Sommigen drinken gedangers en sommigen drinken pilsken. Hè. Bedoel... Ja, zijn er ook spelers die echt bewust zich aan de fris houden omdat ze moeten burgeren? Nou, we hebben zelfs... En de burgerleerde bier drinkt absoluut geen alcohol. Dus het is niet zo dat ze per se alcohol moest drinken om te kunnen burgelen. Ik bedoel, het is niet zoals ze het dachten. Nee, nee. maar dat doen ze om de armrustig te krijgen. Stil. Nou, door de jaren her hebben we geleerd dat soms een pils gegooid is. Maar concentratie is toch het belangrijkste. Ja. Sjaak, ik heb ze min gemaakt. Ik wil nog Ger voor de mensen toe. Is einde keer dat immers het verdert. Daar heb ze Shub en de ballen metgenomen. Ik heb ze einde goede put laten zien. Oh, het gaat wel. Van hier dan? Ger richting. Als ze hier even kunnen staan langs mij met een bal. Ja, en ondertussen richting de camera door dat ze zich toe zo heel goed zien. Het gaat me even om de techniek. Ja. Wie ze zo'n bal wegwerkt. Ze me gewoon over de grond richting de camera. Ik had er niks gebeurd. Nee, dat is goed. Kijk. Achterbal, dat is kijk. Heel rustig, hè? Ja. Over u, Kessel. Heel veel succes. Mensen, heel veel plezier vanavond hier nog. En maak er wat van. Dankjewel. Ja, okay. Applaus. Dankjewel. Ja. Ja, ik schuif snel aan Toffel aan. Daar zit Nick Kuipers al op mij te wachten. Nick, ik introduceerde je net als de vrijgezelle verdediger van MVV. Heeft de vrijgezelle verdediger wel eens geburgeld? Nee, niet. Nee, in Zuid-Limburg kennen ze dit niet. Hè? Nee, ik had er wel niets van gehuurd, als ik hier eerlijk ben. Nee, dat geloof ik toch. Ja. Het is echt een sport voor midden Noord-Limburg en Brouwen. Ja. Maar is het voor dik op die... ik wou eigenlijk zeggen, maar dan doe ik de mensen te kort op die oude dag. Maar is het... Ligt het tegen wat, als team uit je? Even burgelen. Ja, ik kan het aangeven. Tot voor het misschien eens een keer kunnen doen met het team. Hè. Ik kan niet zo goed denken. Ik denk niet dat zij een blessure door kunnen krijgen, lijkt me. Nee, ik kan ze geen. Nee. Of toen was een hele slechte ruk. Kan René Tros misschien nog last van krijgen. Zeg hey, maar zelf. Ik zeg talentvolle verdediger. De Gwaars 3 seizoenen geleden best doorgebroken. Heb ze eigenlijk veel gespeeld. Vorig seizoen veel gespeeld. Eerste helft van het seizoen regelmatig gespeeld. En hoe heb ik een tijdje de naam nimmer teruggezien op de wedstrijdformulieren? Wat is er aan de hand? Ik zal vooral aan beginnen. Toen ik 17 was, ben ik begonnen. Of ben ik bij de selectie gekomen. En toen
Ja, toen heb ik de hele voorbereiding metgedaan. En toen ben ik eigenlijk die gastwedstrijd tegen Volendam toe. Dus ben ik meteen begonnen, als rechtsback. En ja, toen heb ik inderdaad regelmatig mijn wedstrijdjes metgepikt, dat klopt. En ik weet dat ik vorig seizoen, de tweede seizoen zelf, heb ik alles gespeeld. Dus heb ik inderdaad hiervan gespeeld. En ja, toen heb ik een volgens mij hebben ze allebei die seizoenen aan 22 wedstrijden. Vorig jaar en het jaar daarvoor. Als je het goed hebt nog gekeken op Wikipedia. Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ja. 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 Ik heb dus nu in totaal 52 gespeeld, wel met invalbeurten. Dus, dus ik denk dat als ze 20 best totdat aardig gaat wedstrijden zien. Dat zijn behoorlijk wat wedstrijden. Ja. De laatste tijd gaat minder. Geblesseerd geweest. Ja, ik heb mijn middenvoetsbeentje gebroken gehad. En dat is vorig jaar een keer gebeurd. En toen heb ik dan iets met gelopen of gips gehad. En toen is dat weg geweest. En toen stond ik in Den Bosch, mocht ik invallen. En toen brak ik alweer op nee. Dus toen heb ik overleg gehad met de medische staf. En over gekeken wat nu het beste zou zien. Dat we of weer op nee gips gaan doen. Of meteen opereren. Tot van even om geen meer zekerheid hebben tot het dan hopelijk wegbleef. Toen hebben we ervoor gekozen om hem toch maar te opereren. En dus het heeft niet langer geduurd. Ik ben er 3 maanden uit geweest. Dus, maar ik hoop in ieder geval dat het nu weg blijft en tot het allemaal goed gaat. Je bent momenteel helemaal fit? Ik ben momenteel helemaal fit. Ook wel wedstrijd fit. Ja. Wie ze dat, ze zit weer bij de selectie. Dus klopt. René Tros mocht weer een beroep op zich doen. En dat is misschien nog niet zo'n slecht idee. Want MVV heeft ervoor gekozen niet op trainingskamp te gaan. En eigenlijk, en zeg ik dan met een lachend gezicht, nu een lange neus getrokken naar de andere Limburgse ploegen, dat die wel op trainingskamp gingen. Ja. Maar is misschien een tip om volgend jaar wel te gaan. Ja, als ze zo is dat er sommige clubs op trainingskamp gaan en als ze terugkomen, lijkt dat de snie. Dus dan hebben ze nog 3 weken niks kunnen doen. Ik denk dat niet, dan hebben ze toch een week goed kunnen trainen. Ja, maar dat hebben we veel ook wel. Ik denk dat veel ook toch wel de faciliteiten gehad hebben om goed te kunnen trainen. Maar het gaat natuurlijk ook omdat ze een week met de jongens. Hoe het normale ritme is. Normaal na de training snel douchen en naar moeder de vrouw. Nou, daar komen we dadelijk bij dicht wel op, wie dat ging. Ja. Maar door bleef langer op het veld, best meer met elkaar in contact, over wedstrijden, over privé. Je kreeg toch een hechtere band. Klopt. Ja, soms maakt de club keuzes tot voor lekker uitblijven. En ja, goed, dat is de club wat ze allemaal samen gemaakt hebben. En, of de keuze wat we allemaal samen gemaakt hebben. Ja. Dus ik denk dat ja, ook, van de ene kant wel goed is geweest, vanuit zijn zus tot er hier veel clubs hiervan zijn die hebben geduid om toch weg te gaan en lekker te kunnen trainen. En als ze dan uiteindelijk terugkomt, wat ik zo zeg, dat ze dan eigenlijk nog in de sneeuw trainen. Ja. Zo. Dus ik denk dat we het heel goed gehad hebben. Ik denk dat we lekker hebben kunnen trainen. Daar heb je dus niet aan gelegen dat het na de winterstop slecht is. Hoe ligt het er wel aan? Ja, ik denk dat we in ieder geval goede momenten gehad hebben na de winterstop. Ik denk dat we een paar keer toch de betere partij waren. Maar ja, goed, dan wilde het kwartje juist de andere kant op. Want boven eerste seizoen zelf gaat meer geluk hadden. Boven misschien binnenkant Paul gaat. Dan gaat dat nu buitenkant Paul. En dat zien toch wel dingen die wat heel zwaar kunnen gaan tillen in een wedstrijd. Als ze met 1-0 naar first is. Dat ze die 2-0 moest maken. Of juist tegen leaguemaker. En ik denk dat toch wel metspeelt het tweede seizoen zelf. Speelt het ook met dat ploegen zich wapenen tegen MVV? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat inderdaad dat is sowieso met een kampioenschap. Dus ja, de business tour een beetje de nummer 1. En ja, daar wil gewoon iedereen van winnen. En dan geven ze misschien toch net dat procentje extra dan tot ze tegen een nummer 10 of tegen een nummer 11 speels. En het is niet zo dat je onbewust een procentje minder geeft? Nee, totaal niet. Want waarom ik misschien een beetje kritisch lieg, is dat ik in de winterstop een van diegenen ben geweest die gezag heeft, MVV werd kampioen. Ja. En dat hoop ik nog steeds en het kan nog steeds, maar dan... Ja, dat kan zeker nog steeds. Het zal een tijd moeten keren. Op dit moment weten we nog niet de uitslag van de wedstrijd van gisteren, omdat dit eerder is opgenomen, MVV Helmersport. Ja. Dus daar hebben we het nog niet over, maar... wat moet er gebeuren om dat tijd te keren? Gewoon een keer dat alles weer een keer ouderwets met zit? Dat zal zeker meespelen. Ik denk dat SV gewoon ze blijven knokken, wie van het knokken zien op de trainingen. En dat alles voor blijven geven. En dan krijg je dat geluk uiteindelijk ook wel weer met. Want ze zeggen altijd dat ze dat afdwingt. Dus ja, ik denk dat we gewoon keihard moeten blijven werken. En nu zitten we misschien even tegen. En
ja, dat ik helemaal wel gehoord, daar heb ik alle vertrouwen in. En net zoals wie de jongens met elkaar omgegaan, er is iemand geen druk of stress onder elkaar. Tot voor denken van, ja, het gaat echt niet lekker, totaal niet. We gaan allemaal lekker met elkaar om op de training met heel gewerk. En ik weet zeker dat dat wel weer goed is. Ja, dan zeg ik, als ze nu de laatste tijd een aantal wedstrijden verlies en dicht zit reserve en de best wel fit, maakt maar wat stress. Nee, dat vind ik beter. Dat kan alleen maar positief werken. Nee, ja, ik wil zelf ook kampioen worden. En ja, het is gewoon lekker als het gewoon lekker relaxed is in de kleedkamer, ja. Dat iedereen gewoon met elkaar kan opzitten. En ik gun iedereen het even goed om in een lekkere wedstrijd te voetballen. En, ik moet gewoon zelf even verdienen om uiteindelijk te gaan spelen. Ja. En ik vind niet dat moet gewoon om stress te maken. De gifs nu al gaat blijken wie ze in elkaar zit. Want dicht zit best wel, ik heb die leren kennen, apart in elkaar. En die zijn dicht best wel echt een winnaar, een echte doorbieter. Ja, ik denk dat echt wel een van mijn sterke punten is. Ja. Dat ik sowieso niet zal opgeven. En ik denk dat dat ook de reden is sowieso dat ik het eerst van MVV gehaald heb. Want ik ben nu de betere voetballer geweest. Kunst van RKVVL vroeger, klopt, de jeugd. Klopt, dat zal ik ook niet zweren. Maar ik ben wel iemand die er altijd voor zal blijven gaan en niet zal opgeven. En ik denk dat dat toch wel een sterk punt van mij is. Dicht zit eigenlijk binnen letterlijk alles opzij om te slagen als profvoetballer. Ja, zeker weten. Kun je daar voorbeelden van noemen? Voorbeelden van noemen? Ja. Van wat het opzij zetten inhoudt? Ja, dat kun je van alles zien. Dat kun je vroeg slapen zien, dat kan goed eten zien, feestjes overslaan. Dat zijn toch wel dingen waar ze rekening met moest houden als ze wel slagen en betaald voetbal. Ik heb zelfs begrepen dat het een van de redenen is dat ze nog geen vaste vriendin hebben. Misschien is dat wel een reden, ja. Dat ze misschien. Als ik het nog een keer mocht doen. Volgde echt een voorbeeld, maar dat had niet de reden dat die vriendinnen me gestoorden. Nee, ja, God. Ik ken al een trainer voor, misschien heb je meer feestjes mag. of het dan meer aanwezig mag zien. Nee, maar ja, het is gewoon. Ja, soms moet je dingen laten om het te bereiken. En ik denk dat ik daar wel echt mee bezig ben. Ja, dat heb je laatst voor kinderen, waar ik bij was, een heel mooi verhaal. Vertel eens, die ouders zijn gescheiden. En ja. Daar heb ze heel erg meteen in de maag gezet. Maar ja, toen heb ze zichzelf volgens mij ook afgevraagd, wat wil ik zelf bereiken en wie... Ja, dat is toen een periode voor mij geweest waar ik wel heel erg sterk goed ben gekomen. Ja. En vooral als persoon zelf heb ik ben ik daar gewoon heel sterk goed gekomen. Ik heb toen ook tegen mezelf gezegd van, ik wil dat gewoon bereiken. En maar niet doet wie, maar ik wil dat echt gewoon doen. En dat heeft me echt wel sterk gemaakt op dat moment. En toen ben ik heel goed uit die situatie gekomen en toen heb ik een stap gemaakt naar het eerste elftal. Ja. Nu heb ze even een kleine onderbreking, mede door die blessure. Klopt. Dat betekent veel, dat we gaan het middenvoet een beetje, zoals ze de voet heel lang niet hebben mogen belasten. Veel in het krachthonk, veel op de fietsje, of wat moest ze doen? Nou, ik heb eerst mijn operatie gehad aan, toen ben ik in het gips geweest. En daarna maakte ze inderdaad... Dat heeft voor mij veel te lang geduurd, maar ik mocht eerst gewoon fietsen een week. En als je een week gefietst hebt, dan maar ze een beetje gewoon lopen met krukken. En zo gaat dat dan. Meestal, Chris, als ze een week gefietst hebben in Nederland, Chris bloeddoping. Was dat? Ja. Nee, maar dat was niet zo. Okay. Nee. Nee, maar toen, de lucht staan op krukken en dan eerst maar ze me helemaal niet belasten. En maar ze heel rustig kon fietsen. Ja. En daar maakt ze gewoon lopen met één kruk en daar maakt ze gewoon een heel klein beetje gewoon belasten. Dat ze dit echt heel lang geduurd en vooral voor mij, het was echt, soms wordt het echt in de hel boosten en denk ze van, zit er nu echt niet op. Ja. Maar, we hebben hele mooie beelden dat ze de voet weer volledig mocht belasten. Beelden spreken ook boekdelen over de sfeer bij MVV. En, hij kijkt me heel verwonderd aan, gaan ze nu heel even bekijken, dan snap ze wat ik bedoel. Ik weet niet hoe het de Harlem Shake die MVV. Ik moet eerlijk zeggen, ik kost echt al niet in...
Nee, dat kan niet goed kloppen. Ik kwam het filmen. Ik was er gedaan. Ja. Oh, fantastisch. Ja. Het is populair, de Harlem Shake. En ook ja. MVV was niet achterbleven. Nee. Klein Geusselt opgenomen, zo. Ja, klopt, ja. In spelershome. Nee. En wij hebben was in de midden? Ja, dat mag je niet vertellen. Oh, mocht dat? Oké. Daarom ben je toch een hoed op. Ja, daarom houden we het. Dan houden we het ook goed geheim. Nee, alles blief geheim. Die zei snel, ik gooi af en toe toch wel van een feestje als het in het seizoen past. Of boet het seizoen wilt. Ja. Wat ging je met Brian Smeets op Ibiza doen? Ja, we gaan naar Oet rusten. Oet rusten, ja. Het is wel mooi, we gaan naar Oet rusten. Ja, we gaan Oet rusten. Nee, ja, kijk, soms moest je weten tot er ook andere dingen zien in het leven als alleen maar voetbal. En Brian Smeets is toch een heel groot voorbeeld voor. Een heel jong talent. Ja, precies. En hij is er ook altijd mee bezig om met te slagen in het voetbal. En we hebben tegen elkaar gezegd van vooral met nog de drijfvrouw gewoon van goed lekker naar Ibiza. En dan even gedaan als het voetbal. Even afschakelen. En hopen we toch dat het daar heel leuk van hebben. Ja. Ik hoop ook dat je het heel leuk hebt. Ik hoop ook dat je met MVV snel de weg omhoog weer inzet. En alsnog voor dat kampioenschap gewoon naar Sparta van die eerste plaats afgrondje. Ja, dat hoop ik ook. We gaan straks nog even kijken naar die traptechniek. Als ze het kickstartspelje met Frank de Moesje is doen. Bedankt alvast. Wij gaan er heel even tussen uit. Nu verder reclame. Dankjewel. Welkom terug bij de Sportarena en achter mij nog steeds de Club van de Week, Beugelclub OVU uit Kessel. En inmiddels aangeschoven de tweevoudige torschutse, zoals ze de kerkraden zeggen, van afgelopen week tegen Groningen, Frank de Moesje. Ja. Frank, volgens mij de eerste basisplaats afgelopen zondag, als ik het goed had, tegen Groningen, klopt dat? Nee, dat klopt niet, nee. Je huiswerk niet goed gedaan. Hè? Ja, je kaat ze maar gelijk terug. Goed. AZ thuis. Ook basis. Ook ook gescoord, ja. Nou, dan kan het nou niet meer stuk. Zo. Doorgaan, hè. Dat zijn wel de drie goals die je bij Roda tot nu toe achter je naam hebt staan. Ja. Bevalt het een beetje? Ja, ik zit er nu 3 weken, denk ik. En bevalt zeker. Ja. Ik ben goed opgevangen door spelers, technische staf, supporters. Dus ik heb het zeker naar mijn zin. Je bent de eerste speler die na 3 weken geroepen heeft dat hij graag wil blijven. Heb ik dat geroepen, ja? Na de wedstrijd zondag. Oh, laten we zien die beelden dan. Die kan ik laten horen, L1 langs de lijn, maar die hebben we niet. Want dat is een beetje rivaliteit. Maar daar val ik jou niet mee lastig. Nee, het is, weet je, het is daarom met interviews moet je altijd een beetje... als je een interview geeft, je hoeft ze eigenlijk net zo goed niet te geven. Want, ja, bedankt. Nee, ik bedoel, van wat er opgeschreven wordt, want een journalist schrijft toch al wat hij zelf wil. En, Is dat echt zo, voor jouw gevoel? Ja, ik vind van wel. Ik lees ook bijna nooit iets terug, want ik vind wel, ze verdraaien vaak je woorden. Bijvoorbeeld bij dit, ze vragen mij of ik het naar mijn zin heb. Ja, zou je langer willen blijven? Ik sta er wel voor open, maar ik moet gewoon terug naar Engeland. En, ja, je bent, voor de duidelijkheid, je bent verhuurd door Bournemouth. Hoe spreek je het? Bournemouth, ja. aan Roda JC. En je bent gewoon nog eigendom. Eigen van Roda. Nog hoe lang van Bournemouth? Van Bournemouth, ja. En nog een jaar hierna. Ja. En ik moet me in juni gewoon daar melden. Dus dat is de situatie. En de volgende dag lees ik ook van kop van ik wil bij Roda blijven. Ja, ja, kijk, het is niet aan mij alleen. Ik bedoel, er zijn ook clubs die... misschien wil Roda wel niet, misschien wil Bormen veel niet. Vandaar dat ik zei, je bent de eerste die dat na 3 weken als hij bij een club is al gaat roepen. Lijkt me sowieso een beetje raar. Heb het niet geroepen, dat zo wel... van dat ik wil, ja, natuurlijk sta ervoor open, ik heb het naar mijn zin, maar ja, het is nog wel heel vroeg om dat te roepen, ja. In de voetballerij kan over 2 maanden alles weer anders zijn. Absoluut, ja. Ja, dan kunnen er ook 5 ploegen voor je in de rij staan. Dat zou ook nog kunnen, ja. Want ik begrijp wel dat jij liever niet terugkeert naar Engeland. Nee, dat Engeland verhaal is wel... voor mij een beetje tot nu toe afgesloten, maar... Ja, wat had je ervan voorgesteld? Ja, natuurlijk een hele hoop. Je gaat daarheen met toch wel hoge verwachtingen. Ik had er echt veel zin in om een keer in het buitenland te voetballen. Maar je ging er dus ook vanuit, niet raar denk ik, dat jouw stijl van voetballen daar zou passen? Ja, ik kwam daar. Die trainer wilde me graag hebben. Die werd eigenlijk meteen ontslagen toen ik er zat. En... er kwam een nieuwe trainer. Die nam zijn eigen spelers mee.
gaf eigenlijk aan niet met buitenlandse spelers te willen spelen. Ja, dan houdt het eigenlijk al snel op, hè? Ja. Ja. Dus, en dan de derde divisie niveau in Engeland. Ja, maar het wordt wel een beetje onderschat, denk ik. Ja, die trainingen bijvoorbeeld is gewoon heel hoog niveau. En ja, ik heb het al eerder geroepen. Het is gewoon een hoger niveau op training dan bij Roda of Utrecht of waar ik gezeten heb. Dat is gewoon zo. En, het is bijna niet voor te stellen. Nee, dat is niet voor te stellen, maar het is wel zo. Ik kan het vergelijken. Dus ja, het is heel anders. Alleen ja, ik had het daar totaal niet naar mijn zin. En ja, ik moet wel weer terug, dus ik moet een beetje opletten wat ik zeg. Hè. Ja, nou ja, TV Limburg komt meestal niet in Zuid-Engeland. Soms nee, precies. In Londen. Ja. Nee. Hey, je bent een echte clubman. Ik ben een... Ik lees even voor. NEC, NEC. Willem II, FC Utrecht. FC Eindhoven, FC Den Bosch, Bournemouth, Rode JC. Dat is voorlopig wat achter je naam staat. En je bent pas 30. Ja. Ja. Soms, ik heb ook best wel lang bij NEC gevoetbald. 4 jaar. Ja, daar heb je de jeugd doorlopen ook. Hè? En 4 jaar in het eerste. Daar heb je naam gemaakt. 4 jaar bij Willem II ook. Dus ik heb wel, zeg maar... Was dat jouw... Het tweede jaar Willem II. Als ik het goed heb, 32 wedstrijden, 14 doelpunten. De schrik van de hele Eredivisie op dat moment. Was dat jouw beste seizoen? Of? Ja, ik denk dat ik bij Willem II wel mijn beste tijd heb gehad. Bij Utrecht ook wel een goede tijd gehad. Maar heb je natuurlijk een beter team. Jongens als Stroopman, Mertens, Michel Vorm, noem maar op. Dan ja, is het ook makkelijker voetballen natuurlijk. Maar bij Willem II was het tegen degradatie voetballen. En ja, ging het toch goed. En, ik heb het ook heel erg naar mijn zin gehad, moet ik zeggen. Ja, ja. Ja, hey, ik kijk je aan. Ik denk, die zegt nog wat. Maar, het is wel een van mijn beste tijd geweest daar, ja. Wat voor type voetballer, wat voor type spits ben jij? Ik vind het altijd moeilijk om over jezelf te zeggen. Ik denk dat ik een aanspeelpunt ben. Ik denk dat ik een oorlogmaker ben in de 16 van tegenstanders. Ik hou wel van duelspelen met verdedigers. Ja, ik denk dat je ook wel 2-3 verdedigers iedere wedstrijd bezighoudt als je speelt. Ja, maar dat is ook wel een beetje mijn type spel. Om een beetje Malkje uit de wind te houden natuurlijk. Die heeft aan de halve kans genoeg. Ja, dat las ik. Ik moet Malkje uit de wind houden. Ik denk, dan zal Malkje blij mee zijn als je iedere wedstrijd 2 keer gaat scoren. Ja, dan zal hij echt wel blij mee zijn. Maar ik... Nou ja, je kunt het heel goed met elkaar vinden. Het is een hele sociale jongen. Ik denk dat we elkaar goed aanvoelen. Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt wie de doelpunt. Mij maakt in ieder geval niet zoveel uit wie de doelpunten maakt. En, ja. Oh, schijt toch uit, je bent spits. Nee, natuurlijk wil ik zelf ook scoren. Maar ja, als hij. Ik denk dat het belangrijkste nu is dat je daar beneden even weggaat naar boven toe. Want het wordt ook aardig heet onder de voeten daar. Staat Roda, ondanks de goede resultaten de laatste tijd, staan ze te laag voor de kwaliteiten? Ja, dat vind ik wel. Daarvoor heb ik ook bij Roda getekend. Omdat ik vind dat je. Ik vind dat de selectie. Beter is dan waar ze staan op dit moment. Maar aan het eind van de rit sta je altijd waar je hoort te staan, zeggen ze. Dus ja, misschien is het dan niet zo goed als mensen denken. Maar ik denk wel dat het beter kan dan waar ze nu staan. Ik zeg een team met Malky en de Moesje in de spits. Die gaan nooit bij de laatste 3 eindigen. Nou, dat denk ik ook niet. Maar daar gaan we ook voor. Hè? Ja. Wat is het geheim? Want ik weet, het is niet alleen toeval dat Roda... 3 of 4 keer nou al in de eerste minuut gescoord heeft? Ik denk dat heel veel ploegen in de Eredivisie... als ze thuis spelen, met veel druk naar voren spelen. En ja, dat is bij ons niet anders. Wij proberen altijd heel agressief maar te beginnen. Maar gaat die bal dan, wordt dan ook gezegd, die bal direct erin en erachteraan en gelijk? Nee, maar dat zeg ik, dat gaat ook een beetje in eigen leven. Dat is gewoon ook geluk, hoor. Ja? Ja, tuurlijk. Als je 4 keer binnen een minuut scoort, is echt niet alleen maar... Nee, dat snap ik, dat er een portie geluk. Maar, ja, dat is wel nou, dat zo is zeggen, geluk een beetje. Er zijn ook ploegen die spelen de eerste minuut liever op balbezit. Die zullen nooit in de eerste minuut scoren. Nee, die niet, nee. Maar je hebt ook wel die ook wel... Ja, ik heb het nog nooit meegemaakt, namelijk zo vaak binnen een minuut. En nee, dat is bizar. Ik denk dat het wel ook een beetje geluk, een beetje toeval. Ja. Maar ja, het is wel de bedoeling dat je met agressiviteit naar voren speelt. Maar dat hij dan ook 4 keer binnen een minuut valt, dat kan je niet echt verwachten. Hey, Nijmegen of Kerkrade? Nijmegen. Ja. Geboren en getogen Nijmegenaar. Ja, zekers. Zekers. Ja. Daar liggen je roots, daar heb je de hele opleiding. Dat betekent dat als NEC aan de deur zou kloppen, dat je hart dan toch altijd sneller gaat kloppen?
We hebben bij VVV Jeffrey Leeuwen-Cabessi ook hier aan tafel gezeten. Ja, die heeft dat wel. Zodra die NEC hoort, dan... Ik ben NEC-supporter, absoluut. En, ik heb je ook nog toegezongen. En uitgescholden. Nee, zo was ik niet. Nee, maar dat is al een tijd geleden. En, ik ben wel NEC-supporter, maar... Groot, zwart en groen in het hart. Ik kan best wel eerlijk zeggen, NEC heeft ook aan de deur geklopt al. Maar ik heb voor Roda gekozen. Oh, dat is een verrassing, moet ik zeggen. Verrassingen... Ja, het heeft wel een aantal redenen, ja. Je had geen zin in een pastoor? Oh, nee, dat... dat had niks met de trainer te maken? Nee, absoluut niet. Nee, het heeft maar wat persoonlijke redenen. Die zijn er wel gebeurd toen ik daar zat ook. En ik vind ook... heb ik ook aangegeven dat ik... Ik heb daarna 4 hebben Wim 2 goed gespeeld. Bij Utrecht goede tijd gehad. Heb ik ze ook niet gehoord. En nu hebben ze natuurlijk alles een spits nodig. En ja, toen wel. Maar toen ben ik al met Roda, was ik al heel eind. Dus... Ik begrijp uit je woorden dat je niet helemaal lekker bent weggegaan met NEC. Nee, dat klopt. In die tijd met Leen Looijen. Ik had niet echt, om het maar even netjes te zeggen, een goede band met Leen Looijen. Kan je wel over meepraten, toch? Daar kan ik over meepraten. Mensen die, er eens even over. Mensen die, ik zal je helpen. Mensen die je nooit recht in het gezicht durven aan te kijken, die kun je en mag je niet vertrouwen, zeg ik dan. En dan druk ik me ook netjes uit. Ja, precies. Ja, toch? Ja. Zullen we straks achter de schermen nog even verder gaan? Wij praten nog even over Leen verder. Heel mooi. Hey, wie degradeert er? Willem II. Je oude clubje? Ja, maar die degraderen wel. Ja. En wie gaat mee? Of gaat niemand mee? Jawel, er gaan er wel wat mee. Je bedoelt, ik bedoel... Dat is wel lastig te zeggen, maar ik denk... Ik denk dat wij geen na-competitie gaan spelen. Nee. Ik denk dat VVV en... ik denk RKC misschien wel. Ja. RKC? Die vind ik nog verrassend. Echt waar? Ja, dat toch weer gewonnen van AZ afgelopen week. Dus... We zullen het zien, hè? We zullen het zien. Ik ben ook benieuwd eigenlijk, als ik jou zo hoor praten. Ben jij een man van een provincie of ben je een man uit de stad? Van de Randstad, zeg maar. Ik bedoel, ik weet dat je uit Nijmegen komt. Ik denk wel dat ik meer... ik heb altijd in de stad gewoond, ja. Waar woon je nu? Jongen van de stad. Ja, in Heerlen. Zegt hij. Sorry. Heerlen is natuurlijk niet de stad, zeg maar, zoals Utrecht of ik noem maar wat. Het is heel anders. En... Ik ga nou vloeken in de kerk voor Roda Supporters. Je had in Maastricht kunnen wonen. En in Kerkrade gaan voetballen. Dat heeft iedereen me ook aangeraden om in Maastricht te gaan wonen. Dat klopt, ja. Ja. Maar omdat ik verhuurd ben voor 3-4 maanden... was het voor mij makkelijker via de club een appartement te krijgen in Heerlen. Ja, het is inderdaad dat hele korte tijdsbestek. Ja, precies. Ja. Morgen staat Feyenoord te wachten in het Parkstad Limburg Stadion. Wat verwacht je? Nou, ik verwacht een leuke wedstrijd. Ik denk Feyenoord. Eerste minuut? Het zou leuk zijn, ja. Maar ga dan niet raar kijken als het niet lukt, hè? Dat kan ook, hè? Nee, ik kijk heel raar als jullie morgen de eerste minuut scoren. Dan vergeet ik het. Ja, nee, precies. Nee, ik denk dat het een hele leuke wedstrijd gaat worden. Ik denk dat Feyenoord wel een club is die in vorm is. Ja, Feyenoord denkt op dit moment dat ze kampioenskandidaat zijn. En dat is meestal het moment dat het bij een ploeg als Feyenoord fout gaat. Dus liggen zeker mogelijkheden. Zeker, ja. We spelen thuis. Agressief en vol vertrouwen? Agressief en vol vertrouwen, ja. Zeker. En jij gaat scoren? Dat is wel de bedoeling, ja. Ja, Joris Matthijssen kan zijn borst nat maken. Ja. Nou, Joris. Frank, heel leuk dat je hier bent. We gaan dadelijk jouw traptechniek ook nog even bewonderen als je tegen Nick Kuipers gaat opnemen. Wij maken heel even een uitstapje. Wel met een applaus eerst voor Frank de Moesje natuurlijk. Ja. We maken een uitstapje naar een sport waar Limburg ook heel goed in is. En waar ze vooral in Geleen heel goed zijn. De Lions spelen in het handbal de play-offs. En dat deden ze vorige week thuis tegen Alsmeer. Glanenbroek stond lekker vol zaterdag voor het tweede duel in de play-offs. En het wordt nog niet zwammer in de wedstrijd, maar Lions de tweede strijd tegen directe concurrent Alsmeer. De ploeg uit Noord-Holland had een week eerder Volendam nog op een gelijkspel gehouden. En dus wordt de ploeg van Rietbroek en Kanton gewaarschuwd. Toch leek het die gelijk mis te gaan in de beginfase. Lions speelt slordig en Alsmeer gretig.
Heel gretig, want na 4 minuten staat Lions al met 3-0 achter. Marco van Nooy deed hier terug namens de toersploeg. Maar Alsmeer had duidelijk de overhand in de jaarse helft, moet ook coach Gabri Rieboek met leden ogen aanzien. Hij griep in bij 6-2 achterstand, maar de timeout liep niet te helpen, want Alsmeer loopt verder uit naar 3-9. Hier is het weer van Nooy de Lions in het spoor held. De ruststand is 10-14 en na de tijd loopt Alsmeer zelfs weer uit naar 5 goals verschil door deze mooie individuele actie van de nummer 17. Maar dan begint Lions aan een indrukwekkende inhaalrace. Roel Adams, die eigenlijk alleen maar zou metverdedigen, tekent hier weer de eerste goal van de tweede helft namens de Lions. En dezelfde Adams verdedigt hij heel goed en dan kent Lino Jansen weg om het verschil nog kleiner te maken. 12-15. De verdediging van de Lions zijn een stuk beter, waardoor doelman van Leeuwen ook meer kansen kreeg om in de wedstrijd te groeien. Snel naar de overkant en nu is het aanvoerder Tim Mullens met de goal. En de waar zit, het publiek begint erin te geluiven. En dat geeft de Lions dan weer vleugels. Het verschil wordt zelfs weer teruggebracht tot 1 doelpunt door deze score van Joris Baart. De Lions zijn helemaal druk in de wedstrijd. Maar Alsmeer geeft het niet op. Hier een knap uitgespeelde goal van de nummer 4. Alsmeer hield nog steeds de voorsprong. Maar dan zien we Van Nooy nog eens. Hij wou lange tijd niet te zien, maar hier maakt er gelijk. En terwijl Alsmeer hier denkt aan een overtreding, is het Lino Jansen die aan de andere kant de Lions voor het jaarts op voorsprong zet. Het bleek ongemeen spannend in Glanenbroek. Het publiek kreeg een heerlijke pot handel voorgeschoteld. En een prachtige redding van Leeuwen op het schot van de cirkel. Aan de andere kant wordt de cirkel ook gevangen. En dat is Lino Jansen. En die maakt het schitterend af. Maar Alsmeer kreeg een strafworp. Van Leeuwen moet bukken om zijn gezicht te beschermen. Dit is niet zo netjes en de speler van Alsmeer verontschuldigt zich te mogen. Maar de Lions moeten dus weer in de achtervolging. En als het shot van Baart hier gepakt wordt, kan Alsmeer wel uitlopen op de Limburgers. Baart raakt geblesseerd bij die actie en dat is slecht nieuws voor de Lions dat er zo weinig linkshanders uit. Alsmeer noemde een voorsprong van 2 doelpunten, 20-22. Maar Krijntjes maakt het verschil weer 1. Hier een cruciale redding van Leeuwen en de ervaren Rietbroek die het moment aangript voor de laatste instructies. De spanning is te sneeuw in de zaal. Maar dan zet Roel Adams op. Hier is de gelijkmaker, slim uitgespeeld door de opboer. En even later speelt er weer een belangrijke rol als ze de bal aan Krijntjes geeft en die heeft een prachtige lop in de hoes. En de Lions komen zelfs op 2 goals voorsprong door wij anders dan Roel Adams, die zijn ploeg echt op sleeptouw neemt in die fase van de wedstrijd. Het publiek zit op de bankje. Met nog minder dan 1 minuut op de klok scoort Alsmeer. Geeft het dan toch nog mis? Rietbroek, met al zijn ervaring, noemde een time-out. Er stonden nog 20 seconden op de klok die de Lions moeten overbruggen. Het jonge talent Luc Steens heeft de bal. Adams heeft de bal, geeft een truc aan Steens en daar deed dit. Dan ontploft de ganse zaal. Lions wint het enerverende duel met 25-23 en neemt door met een flinke voorsprong van 4 punten op Alsmeer in de play-offs. Volgens coach Gabri Rietbroek wordt de spanning de oorzaak van het mindere begin van zijn ploeg. Beide ploegen, en dat zag je aan de warming, dat zag je in alles, die stonden gespannen als een veertje. En wij dus ook, alleen wij lieten in de defensie de gaten te goed maken. En zij speelden in die fase hartstikke goed. Al hun schoten klopten, alles ging erin. Keeper pakken allemaal. Alleen, dat weet je, ik ben ook niet in de paniek geraakt. Dat goede spel, die 100%, dat blijft niet. Nou, in de eerste helft zijn we natuurlijk heel gefrustreerd. Want we gingen heel anders die wedstrijd in dan dat het liep. En richten onze energie op van alles en nog wat. Ik zelf ook, ik ben dan ook gefrustreerd. En tegen de scheidsrechters en op elkaar. En in de rust hebben we het gewoon gezegd, jongens. Stop die energie nou in het handballen en jullie weten dat je beter kan. En we komen het kleedlokaal uit en binnen 5 minuten draaien we de wedstrijd om. En dan uiteindelijk, ja, dan is dat een geweldige prestatie van deze groep. Dat ze ondanks alles weer, toch weer die 2 punten hier binnenhalen. Als spelers die weggaan, langdurige blessures,
als je dat allemaal kon overwinnen, dan groei je alleen maar als ploeg. En dan maakt het op een gegeven moment niet meer uit met wie op het veld staat, want je gelooft er allemaal in. Dus ik denk dat dat de kracht is van onze ploeg momenteel. Mooie overwinning van de mannen van de Lions tegen Aalsmeer. En het is de hoogste tijd voor het kickstartspel. We gaan schieten voor de punten. Op kop, nog steeds met 300 punten. Dat gaat niet veranderen, ben ik bang. Aziz Kaluta van Fortuna Sittard. Jullie hebben heel wat te doen. Ieder 3 pogingen om en om. Wie gaat er starten, heren? Jij. Niks, zegt jij. Frank zegt, het maakt me allemaal niks uit. Precies. Hij heeft nieuwe schoenen speciaal voor dit spel gekocht. Frank, succes. Eerste poging. Hop, 90 punten. Ja. Je kan slechter starten, zeg ik dan. Om en om? Nick, ja, om en om. Nick, je krijgt de gelijkmakende buurt. Nick, heel even. Je contract loopt af. Nog geen contractverlenging? Ik kan je nog naar een andere ploeg halen als het... Als het mogelijk. Ja. Hangt allemaal van de oftewel, MVV schiet op. Nick moet er snel een paar jaartjes bij. De eerste poging van Nick. 100! En hij kijkt zo heel venijnig naar Frank, zo van, hier heb je wat, jongen. Succes. En daarmee liggen jullie allebei nog aardig op koers. Ja, tweede poging. 50 punten erbij. 140 punten in totaal voor de Moesje. Meneer Kuipers. Oh! Ik kondig hem net nog zo aan. Dat is niet mogelijk, die 300. Maar is er eentje op weg? Frank? 180! Ging oefenen beter, hè? Ik zie dat je niet tevreden bent. Nee, ging het oefenen toch beter. Met oefenen ging het beter, ja. En je blijft net achter je teamgenoot met 180. Ook net buiten de eerste 4. Maar Nick? Ja? Ik vroeg aan Aziz Kaluta nadat hij 2 keer 100 had geschoten. Nou zul je wel op safe gaan. Hij zei niks ervan, ik ga weer voor die 100. Wat doe jij? Voor die 100 natuurlijk. Hè. Jij gaat ook voor die 100. Dan weet ik dat er een paar glazen omgaan, denk ik nou. Het is druk, maar daar komt hij, Nick Kuipers. Ah. 40 punten! Kom erbij, Nick. Hartelijk gefeliciteerd, je bent de dagwinnaar. En ik mag je feliciteren met de nieuwe tweede plek in het klassement. Applaus voor Nick Kuipers. En met Nick en Frank zijn we aan het einde gekomen van deze sportarena. En natuurlijk ook dank naar de Club van de Week OVU, de beugelclub uit Kessel. Volgende week zijn we er weer. Nieuwe gasten, een nieuwe Club van de Week. En hopelijk bent u er ook weer bij. Prettig weekend. Hoi!